Vorbereidungen, Installatie, nieuwe pompen, pompgemaal Wageningen aangevangen. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is gestart met de werkzaamheden voor de installatie van de nieuwe pompgemaal te Wageningen. Er wordt met man en macht gewerkt om in de maand december 2019 pomp 3 van de pompgemaal Wageningen in werking te krijgen. Op dit moment zijn de onderaannemers Suriname Diving en de betongroep druk bezig met de inspectie van de sluisgangen en pompkamer van pomp 3 in het gemaal. De voorlopige sluisdeuren worden vervaardigd waarmee de in- en uitgangen van de pompkamer kunnen worden afgedicht. Dit is nodig om het gemaal droog te leggen voor verdere inspecties, waarna kan worden aangevangen met het freeswerk aan het beton. Deze werkzaamheden zijn nodig om de nieuwe pomp goed op zijn plaats te krijgen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.